Ja, vrienden, de formatie van dat kabinet, dat gaat me toch labbekakkerig langzaam. He, dat gaat met een stroperige sloomheid, een tranentrekkende traagheid waar je helemaal crazy van wordt. En dat komt voornamelijk, en dat weet niemand, maar dat komt gewoon door de journalisten die hun volgen. Ja, want ik zat vroeger bij de krant en daar werd natuurlijk door de journalisten van binnenland, buitenland, politiek, economie, die keken natuurlijk gigantisch neer op die sportjournalisten, want dat waren eigenlijk maar de simpele domme jongens die hard moesten krabben. Ja, maar die sportjournalisten, die zouden het niet laten gebeuren wat er nu gebeurt in Den Haag. Dat er gewoon maar een beetje wordt aangedaan, terwijl het land in crisis is op allerlei gebieden, pandemie, noem het op. Die verslaggevers, die politieke verslaggevers, die hoeven alleen maar daar bij het hekje te gaan staan in het Binnenhof. Af en toe met hun microfoontje even dit en dat en klaar is Kees. Nou, sportjournalisten niet hoor. Nee. Toen ik 21 was, hè, vrienden, ja, we gaan al heel ver terug. Toen stond ik gewoon 's nachts tot 4:30 stond ik voor de deur bij Jaap van Praag om een interview te krijgen, toen met de nieuwe trainer van Ajax, Stefan Kovac. En die sprak ik uiteindelijk om 5:00 's morgens en ik ging naar de krant en om 6:30 was ik klaar met het interview en hup, ik had het exclusief eerste interview met Stefan Kovac. En dat is de spirit. Maar die spirit die hebben die politieke jongens niet. Wat kan hun het allemaal schelen? Schrijven keurig een verhaaltje. En kijk, sportjournalisten die zouden gelijk gaan graven en er bovenop gaan zitten. Op Kaag. Ja, wat wil die Kaag nou? Die wil maar met de Partij van de Arbeid en die wil maar met GroenLinks. Hey, dat was niet de verkiezingsuitslag, Kaag. Dus dan ga je spitten. Sportjournalisten zouden dat doen. Die zouden bij D66 net zo lang gaan zoeken tot er iemand zou zeggen, ik ben het helemaal niet eens met die Kaag. Het is belachelijk wat ze wil. En je zou gaan zoeken bij GroenLinks. Want wat willen die nou? Ja, we willen per se met de Partij van de Arbeid. Nou goed, dan ga je bij de Partij van de Arbeid zoeken. Net zolang tot je iemand vindt die zegt, nou, wij hoeven niet per se met die GroenLinks. En zo ga je maar door. En die gasten mogen gewoon op vakantie gaan. Rutte, Kaag, iedereen, die gaan maar ergens op een caravan, op een camping staan, of weet ik veel, in een hotel. Ga erop af met je boekje. Ga erop af met je camera. En val die mensen lastig. En roep van, hey, hoezo vakantie? Het land is in crisis. Nee, daar zijn ze te lui voor, die politieke verslaggevers. Nee, die gaan lekker bij dat hekje staan in Den Haag. En dan schrijven we af en toe weer eens een quoteje op. En dat is het dan. Ach. Kabinet. Wees maar blij dat jullie niet gevolgd worden door sportjournalisten.